In Portugal wordt hard getraind en niet alleen aan de tafeltennistafel, maar vooral op het veld. Yassine Ayoub en Kenny Thijssen zijn voor het eerst met de selectie mee op trainingskamp in het buitenland. Nee, ik lig samen met Kenny en Nana, Mike en Shaki in één appartement. En dan ligt Kenny samen met Mike in de kamer. Nana samen met Shaki en ik alleen, omdat ik een beetje ziek ben. Ayoub is bijna van zijn keelpijn af en dat moet ook wel, want er wordt hard gewerkt aan de tweede seizoenshelft. Ja, voor mij was het eerst even wennen aan het veld. Het veld is heel erg zacht, dus daardoor wordt het nog zwaarder. Dan deden we nog partijtjes, 8 keer 5 minuten, 5 tegen 5. En dat heeft iedereen gevoeld, denk ik. Weet ik wel zeker. Ja. Het is de eerste keer dat Ayoub mee is op trainingskamp. Thijssen was er in de voorbereiding in Hoenderloo al bij. 4-2. Ja, ik heb al wat vaker met deze jongens mee getraind. Dus ja, ik heb ze gewoon als vrienden en ik zie ze elke dag. Voor mij is het niet echt anders. Alleen in een ander land ben je en je hebt weer andere velden. Maar voor de rest is het gewoon hetzelfde voor mij. Ik speelde hiervoor nog veel met de tweede, bijna alles. En daar merk ik gewoon dat ik bij de training nu al gelijk wel even moet overstappen. Even iets sneller moet handelen. Maar als ik er eenmaal in zit, dan komt het wel goed. Het is alleen maar beter nu. De jonge spelers krijgen op de training aanwijzingen van de ervaren spelers en daar zijn ze blij mee. Ja, van ja, maar dus kun je het zeker aannemen. Ik denk dat hij ook heel veel ervaring heeft in de eredivisie en weet wat gevraagd wordt. Ja, als jonge speler moet je zoiets aannemen en niet zien als kritiek, maar juist als opbouwende kritiek. En om mij te helpen om een betere speler te worden. En dan neem ik het ook echt graag aan en ga ik ervoor zorgen dat ik aan ga werken. Zoals Anouar, voetballend, een van de betere, die heeft een paar keer gezegd, dan neem ik gewoon op en de volgende keer weer beter. Word je alleen maar beter van en sterker. De trainingsweek is bijna op de helft, maar ik denk vooral niet dat dit duo het hier al zat is. Ja, ik verheug me op de wedstrijden die gaan komen en te laten zien wat ik waard ben. Want ik heb de voorbereiding niet meegemaakt vanwege een blessure, zoals iedereen weet. Ik hoop dat ik speelminuten krijg. Dus afwachten, grote groep. En ik ben er het laatste moment bijgekomen, dus we zullen het zien.